Deze video gaat over formules combineren. In deze video ga ik je laten zien hoe je formules kunt combineren en ik ga het uitleggen met behulp van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. Gegeven zijn twee formules. En de eerste is die van g. g is gelijk aan 11,8w plus 0,39z min 15,59. En de tweede formule die we gegeven hebben is de formule w is z min 2,5. En de opdracht aan ons is... Schrijf de formule van g in deze vorm. G is gelijk aan AZ plus B. En wat we hier eigenlijk zien is dat we dus beginnen met twee formules. Eentje van G, waarbij we zowel de letter W als Z hebben. En we hebben een formule van W en W bestaat uit de letter Z en een los getal. En we moeten die twee formules combineren tot één formule. En die formule is van de vorm g is az plus b. Dus waarbij we eigenlijk in het begin hadden we een formule van G, waarbij we zowel de letter W als Z hadden. En in onze eindvorm mogen we maar één letter overhouden. En dat is de letter Z. Hey, die A en die B die zijn hier wel letters, maar die staan voor getallen. Dus hier moet een getal komen te staan zometeen en daar ook. En de enige letter die we in de formule van G over mogen houden is de letter Z. Dus we gaan deze formule en deze formule met elkaar combineren. Ja, we gaan het volgende doen. We gaan in de formule van g op de plek van de w dit invullen. Want hier staat w is gelijk aan z min 2,5. Dus zodra ik ergens een w tegenkom, mag ik op de plek van die w ook schrijven z min 2,5. Want w is gelijk aan z min 2,5. Dat is wat daar staat. Dus we gaan in de formule van g op de plek van de w. Z min 2,5 schrijven. En voor we dat doen, gaan we dat eerst even netjes noteren. Dus we gaan het volgende opschrijven. W is z min 2,5. Gaan we invullen in g. En dan krijgen we dus dit. G is 11,8. Tussen haakjes z min 2,5. Plus 0,39 z. Min 15. ,59. Dit is wat je dan krijgt. Dus we gaan deze hier invullen op de plek van de W. Dat zie je dat ik dat hier doe. En let op, je moet dan ook altijd haakjes daaromheen zetten. Zodra je iets invult in een andere formule, moeten er haakjes omheen. Want we gaan zo meteen keer doen. Hier staat 11,8 keer w. En als je geen haakjes neerzet, dan gaat dat keer verkeerd. Dus haakjes eromheen, om die zet min 2,5. En de rest van de formule staat hierachter. Die schrijf je gewoon op. Nou, nu hebben we eigenlijk al die twee formules met elkaar gecombineerd en we moeten alleen nog even uitwerken zodat we in deze vorm terechtkomen. Dus we gaan, in wat we hier hebben, eerst even de haakjes wegwerken. Ja, zoals we dat geleerd hebben in de vorige video. Ze doen 11,8 keer z en 11,8 keer min 2,5. Dus dan krijgen we g is 11,8 z min 29,5. Plus, nou de rest hadden we al. 0,39z min 15,59. Je ziet we zijn al bijna in onze eindvorm. Het enige wat we nog even moeten doen is dit wat hier staat zo ver mogelijk herleiden. En dus we gaan deze en deze bij elkaar optellen. Dus dan krijgen we dat g is 12,19z min en dan gaan we deze en deze bij elkaar doen. Dan krijgen we 45. 0,09. En nu zie je dat we de vorm hebben die we moesten hebben. We hebben namelijk g is een getal, een letter z, min nog een getal. En dat is wat we hier ook hebben. We hebben een getal, een letter en we hebben hier nog een getal. Je vraagt je misschien af, hier staat plus b en wij hebben min. Maakt dat uit? Is het dan fout? Het antwoord is nee, het maakt niet uit. De b, daar staat hier een plusje voor, maar er mag ook een minnetje zijn. Het is allemaal geen probleem. Hetzelfde geldt voor die a. Hier mag ook een minnetje voor staan, terwijl die hier niet staat. Dat maakt niet uit. Het belangrijkste en het lastigste bij deze vraag is dus het begin eigenlijk. Hè? Je moet dus zien dat je deze hier moet invullen. Want dan verdwijnt er die formule van g, de letter w. Die w wordt vervangen door een z en wat getallen. En dat is precies wat we willen, want we willen uitkomen op deze vorm. Ja, Daarnaast is het gewoon een kwestie van de haakjes wegwerken zoals we eerder hebben geleerd en het herleiden van al die dingen en dan kom je vanzelf op het juiste antwoord. Oké, okay, het tweede voorbeeld. Gegeven zijn de formules a is 3,5 k kwadraat l en de formule k is l min 2. En de opdracht aan ons is, toon aan dat hieruit volgt a is gelijk aan 3,5 l tot de derde min 14 l kwadraat plus 14 l. We hebben eigenlijk weer een vergelijkbare situatie met het eerste voorbeeld. We hebben dus weer twee formules, een formule van A en een formule van K. En nu weten we eigenlijk al wat ons antwoord wordt, want we moeten laten zien dat uit die twee formules dit volgt. Dus we moeten opnieuw weer twee formules met elkaar combineren. Nou, net als net gaan we weer kijken wat kunnen we waar invullen. Nou, in ons antwoord hebben we vooraan de letter A staan. En in de rechterkant van het is-teken hebben we alleen maar de letter L. Dus we moeten op de een of andere manier die letter k die zich hier bevindt in de formule van a, die moeten we wegwerken. Net moest dat met de letter w, nu moet dat met de letter k. Dus we gaan op de plek van de k in die formule van a die l min 2 invullen. Eigenlijk hetzelfde als net. Dus we noteren k is l min 2 invullen in a. En dan krijgen we a is 3,5 keer en dan moet die weer tussen haakjes hè net als net als je wat invult dan moet je dat tussen haakjes zetten vanwege die vermenigvuldiging Dus op de plek van de k komt l min 2 te staan maar we hebben k in het kwadraat dus we moeten onze l min 2 ook in het kwadraat doen en tenslotte doen we nog keer l erachter want die l die staat hier ook nog erachter nou, dit is wat je dan krijgt en we moeten dit dus gaan herleiden want we moeten uitkomen op de vorm die hier staat. Nou, wat ik altijd handig vind om eerst even te doen is die L. Die ga ik bij die 3,5 opschrijven. Want we hebben hier een keersom staan. En je doet al die dingen keer elkaar. Dus dan mag je ook gewoon de volgorde wisselen. Dus ik ga eerst eventjes die L bij die 3,5 neerzetten. Dus dan krijg ik dit. Die is daarheen gegaan. En dan ga ik gewoon even kijken wat kan ik met dat kwadraat. Nou, in de vorige video het gaat over haakjes wegwerken. We hebben het ook gehad over hoe je zo'n kwadraat kunt wegwerken, en dat doe je door twee keer die haakjes achter elkaar te zetten. Dus we gaan opschrijven keer tussen haakjes l min 2, l min 2. Want het kwadraat betekent keer zichzelf, dus we gaan hem twee keer opschrijven. Hier staat een keer tussen, en dan hebben we het kwadraat uitgewerkt. En nu moeten we natuurlijk die haakjes hier nog even wegwerken, dus we gaan dit even negeren, zo. Dus we gaan die a is 3,5 l, die schrijven we gewoon weer even op. Daar gaan we niks mee doen. En nu gaan we de haakjes uitwerken. En ik zet weer even die boogjes eronder. Zo, zoals we dat in de vorige video geleerd hebben. We doen dus l keer l, dat wordt l kwadraat. Dan doen we l keer min 2, dat wordt min 2 l. We doen min 2 keer l, dat wordt min 2 l. En we doen min 2 keer min 2, dat wordt natuurlijk 4. Dus plus 4. En denk eraan, hiervoor staat een keer. En we hebben net ook gezien dat als er ergens keer voor staat, dan moet je het stukje daarna altijd tussen haakjes zetten. Dus hier moeten ook weer die haakjes omheen. Op deze manier. Want als je die haakjes daar niet neerzet, dan gaat dat vermenigvuldige fout en dan verlies je dus eigenlijk alle punten voor deze opgave. Dus haakjes moeten er omheen. Nou, dit gaan we even verder herleiden. Hier aan de binnenkant, ik heb min 2l en min 2l dat wordt natuurlijk min 4l. Dus... Je krijgt a is 3,5 l en dat is haakjes l kwadraat min 4l plus 4 op deze manier. Nou, wat we nu nog even moeten doen is die haakjes hier wegwerken, want in mijn eindvorm hier zo staan helemaal geen haakjes. Dus die haakjes moeten weg. En dat gaan we doen met de manier die we in de vorige video geleerd hebben. En dat is wat hiervoor staat, gaan we keer al die stukjes doen. Dus we doen die 3,5 l. Die hoort bij elkaar. Die gaan we keer l kwadraat doen. Keer min 4l. En keer die 4. Dus we doen hem keer al die losse stukjes. Dan krijgen we het volgende. A is 3,5 l keer l kwadraat. Nou, l keer l kwadraat, dat wordt l tot de derde. Dus we krijgen 3,5 l tot de derde. Dan doen we 3,5 l keer min 4l. L keer L dat wordt L kwadraat. En 3,5 keer 4 is 14. Maar het is min 4, dus we krijgen min 14L kwadraat. Zo. En tenslotte doen we nog de 3,5 L keer de 4. Nou, 4 keer 3,5 is 14, net als net, dus we krijgen hier plus 14L. En nu zie je, als je dit vergelijkt met wat hier staat, we moesten aantonen dat dit eruit komt. Nou, dat is gelukt, want we hebben 3,5 L tot de derde. Min 14L kwadraat plus 14L en dat is precies wat daar staat. Dit was een heel erg lastig voorbeeld, want eigenlijk alles wat we deze video en de vorige video hebben geleerd, komt hier bij elkaar. En je moet die formules met elkaar combineren, net als bij het vorige voorbeeld van deze video. Maar je moet ook nog weten, hoe werk ik dat kwadraat uit? Wat doe ik met die L? Wat doe ik dan hier met die haakjes? Wat doe ik hier uiteindelijk mee? Dus al die ingewikkelde dingen moet je allemaal hier toepassen. Het is belangrijk dat je dit heel goed oefent, want alleen als je het heel vaak geoefend hebt, dan zul je zien dat dit goed gaat. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.